Nou, we zijn hier vandaag te gast in het Kunstmuseum. Waar gaat deze tentoonstelling over? Deze tentoonstelling gaat over Annie en Jozef Albers, een kunstenaars-echtpaar. Geboren in Duitsland, gestudeerd aan het Bauhaus, lesgegeven aan het Bauhaus. In 1933 verhuisd naar Amerika, zijn les gaan geven aan Black Mountain College. Dat was een nieuw, op dat moment nog nieuw op te richten liberal arts school met een nadruk op de beeldende kunsten. En Jozef Albers werd gevraagd om daar de kunstafdeling te gaan leiden. En Annie heeft daar textiellessen gegeven, of eigenlijk meer specifiek weeflessen. In 1950 verhuizen zij naar Connecticut, wordt Jozef hoofd van de design department aan Yale University. En wat we hier hebben geprobeerd samen te brengen is het eigenlijk een min of meer dubbel retrospectief. Het is de eerste keer dat het werk van Annie Albers wordt tentoongesteld in Nederland. Jozef Albers heeft een kleine tentoonstelling in het begin van de jaren 60, 1960 gehad in Amsterdam in het Stedelijk. Maar het is dus voor het eerst dat we op deze schaal hun werk laten zien. En het grootste gedeelte van de tentoonstelling is samengesteld uit werken uit de collectie van de Jozef en Annie Albers Foundation. Een foundation is opgericht na de dood van Jozef Albers en de hele nalatenschap. En later na het overlijden van Annie Albers zijn terechtgekomen in de stichting. En we hebben een dusdanig grote collectie dat het ons ook de mogelijkheid geeft om dit soort tentoonstellingen te ondersteunen. Omdat met name bij het werk van Annie, aangezien zij als textielkunstenaar werkte, die werken kwetsbaar zijn en musea niet altijd staan te springen om die werken uit te lenen. En wij juist het toejuichen dat het publiek kennis kan nemen van de werken van Annie Albers. Ja, want de stijl verschilt per weefsel, zeg maar. Ja, zonder meer. En per weefsel, soms zit er wel een overlap, maar ook, je ziet ook de ontwikkeling die ze doormaakt in de tijd. Waar het aan haar Bauhaus-tijd heel erg abstract geometrisch is. Typerend voor de Bauhaus-stijl zie je dat nadat zij in Amerika is gekomen en zij voor het eerst reizen ondernemen naar Mexico, zie je dat haar textiel verandert. Ze was al hoge mate gefascineerd door de oude Peruviaanse textieltechnieken. En je ziet dat haar palet daarop aangepast wordt. Meer gebruik van aardse tinten, van goud. En dat ze die technieken die zij al ontwikkeld hadden gaat inzetten. Met name ook een techniek waardoor je over het basispatroon heen als het ware nog gaat schilderen. Dus je ziet daardoor dat het wel een iets expressievere lijn inkomt dan in haar vroeger werk. Er hangen ook veel schilderijen in de tentoonstelling, maar dan niet op canvas. Nee, er is, voor zover ik weet, we hebben maar één werk ooit kunnen traceren van Jozef Albers dat op canvas is geschilderd. Dat is een heel vroeg zelfportret. Het is sowieso belangrijk om te realiseren dat we hem nu kennen met name als schilder, maar dat hij pas, moet ik even rekenen, op 50-jarige leeftijd ging schilderen. Dat is pas nadat hij het Bauhaus heeft verlaten. Voorheen is het met name glaswerk, meubels en andere ontwerpvormen. En nadat hij in Amerika komt, waar we hier ook voor staan, zie je vanaf 1933 dat hij gaat schilderen. En hij kiest dan als drager niet canvas, maar juist hardboard of Masonite, wat een merknaam is. En daar zei hij ook van, ik wil graag op hardboard werken, omdat het weerstand biedt, tegenstelling tot canvas. En traditioneel denken wij aan canvas en een schilder met penselen. Maar Jozef schilderde dus op hardboard en met paletmes. Er zijn een enkele keer dat hij een penseel gebruikte, maar 99% van zijn werken bestaan alleen maar uit verf aangebracht met een paletmes. En hoe blij zijn jullie dat dit eigenlijk getoond kan worden? Als foundation zijn we sowieso blij, want het is onderdeel van onze missie dat we het werk van Jozef en Annie aan een zo groot mogelijk publiek kunnen tonen. Ik ben in het bijzonder heel blij dat het nu in Den Haag hangt, hier in het Kunstmuseum. Omdat ik
als Nederlander betrokken ben bij een Amerikaanse stichting, natuurlijk ongelooflijk trots ben dat we het voor het eerst op deze schaal in Nederland kunnen laten zien. Specifiek, Jozef en Annie hadden zeer specifieke opvattingen over wat goede kunst was. Maar ze hadden een grote gedeelde liefde voor het werk van Mondriaan. En dat is ook geen betere plek dan hier in Den Haag om het werk te tonen van hun grote liefde Mondriaan.